Jules, jij komt toch uit de DD2? Ik kom sinds, ik heb vorig jaar DD2 gereden. En ja, dat is mijn eerste seizoen DD2 en dit jaar stap ik over naar KZ, Schakel, DKM. Hoe ga je eigenlijk? Presteer je hier al een beetje? Want je hebt natuurlijk wel schepers bij je. Ja, dat is de bedoeling dat ik presteer. Ik weet niet zo goed hoe ik ervoor sta ten opzichte van de andere mannen. Nu hebben we nog één sessie op nieuwe banden. En dan is de kwalificatie en kunnen we zeggen of we er goed of slecht voor staan. Maar je gevoel, wat zegt dat? Mijn gevoel zegt dat het redelijk oké gaat. Want ik heb je natuurlijk ook al vele malen al op het podium mogen begroeten bij de Rotax, oftewel bij de DD2. En hopelijk gaan we dat hier natuurlijk ook beleven. Dat is zeker de bedoeling en we gaan ook voor niks minder. Je gaat voor niks minder. Nou, ik neem aan dat ook Igor genoeg kennis heeft van zaken. En ook jij alleen nog even de rempunten en de schakelpunten moet leren een beetje. Ja, en ja, het is toch wel een hele hoop zoeken nog. En welk opzicht moet je dan zoeken? Want voor kijkers straks op YouTube, leg me eens uit. Wat zoek je nou als beginnende rijder? Zoeken naar een afstelling. Ten eerste van de motor, carburatie, dat is heel ingewikkeld. En ja, ten tweede is het chassis is gewoon zeer belangrijk. En je kan soms de hele foute richting uitwerken met de manier van afstelling. Maar dat moet gewoon allemaal net goed samenvallen. Maar goed, je bent gewend om te schakelen. Je hebt een eerste en een tweede versnelling bij een DD2 gehad. Nu heb je er 6 tot je beschikking. Heb je daar dan moeite mee? Nee, daar heb ik gelukkig geen moeite mee. Want ik heb, voordat ik in karten begon, heb ik een jaar motocross gedaan. En daar ben ik mee moeten stoppen om sommige redenen. Ja, dat zal wel met je benen en je knieën te maken gehad hebben, denk ik. Ja, eigenlijk wel. Oké, maar je hebt wel een goed gevoel. Je vindt het wel leuk om in een 125 zesbak te rijden. Ik vind het chicste wat er is. Het chicste? Ja, dat zijn ook een beetje Limburgse uitdrukkingen, chic hè? Ja. Maar goed, in ieder geval, ben je alleen gekomen? Zitten er nog meer mensen vandaag in het team? Ja, Glenn van Parijs. Glenn van Parijs, die hoort er ook al jaar en dag bij. En wat rijdt Glenn? Senior Max. Senior Max, ik had ook niet anders verwacht. Maar gaat hij ook de overstap maken of niet? Nee, dit jaar blijf je nog even fijn in de Senior Max. Maar goed, in ieder geval wensen we je namens de NAB heel veel succes. Voor je dat je op tijd de afstelling gevonden hebt. Dankjewel. Graag gedaan.